Eeklo maakt zich klaar voor de 16e editie van het Herbakkersfestival. Het gratis stadsfestival heeft alweer een mooie editie klaarstaan met veel variatie. Vanavond trapt A Slice of Life af om 8:30. En afsluiten doen ze zondag dansend op een DJ-set. Geert Vaas is er al bij vanaf de eerste editie en staat te trappelen om eraan te beginnen. Constante in al die festivals is voor mij nog altijd buienradar en het weerbericht. Omdat voor een gratis festival is het zo belangrijk dat die zon schijnt. Want als dat uitgeregend is, gelijk een paar voorbije weekends deze zomer, dan weten wij dat het hier hopeloos is. Want dan komen mensen toch niet onmiddellijk buiten of ze moeten grote fan zijn van de band. Maar we hebben in al die jaren gigantisch veel toffe bands gehad. Ik denk dat de hele Belgische scene hier gepasseerd is en er zijn heroïsche optredens geweest. Ook dit jaar staan grote namen op de affiche. Zaterdag kan u meespringen met Dirk en School is Cool. En zondag komen Isolde Lassoen en Lady Lynn. Het festival richt zich zondag ook op de kleinste festivalgangers. Er komen springkastelen, een cuptoernooi en 's middags kan u genieten van een barbecue. Het moet dan ook een stadsfestival zijn waar iedereen zich welkom voelt, klinkt het bij de organisatie. We mikken echt op het feit dat mensen naar hier kunnen komen, die misschien anders ook in het Heldenpark komen wandelen en hier zitten en hun kinderen meebrengen, waardoor er eigenlijk zeker die zondag ook een idee kan zijn van papa blijft naar het optreden kijken en ondertussen zijn de gasten zitten hier op het springkasteel of lopen hier wat rond in het park. Maar die gezelligheid primeert denk ik op alles. Om het festival gratis te houden is het belangrijk dat je dorst op de weide wordt gestild. Zo betaal je voor een pintje €3. Een prijs die je elders ook moet betalen. Het festival zet ook in op herbruikbare bekers, zonder borg. De organisatie rekent op de goedheid van de mensen om ze terug te geven. Het geheim voor een gezellig stadsfestival zit hem in de 100 vrijwilligers die elk jaar het beste van zichzelf geven. En de inwoners die daar de vruchten van plukken. Dat heeft iets kampachtig, samen werken, samen eten, verlof nemen om eigenlijk gratis iets te doen voor de bevolking. En ik denk voor de Eeklonaren is het een moment van ontmoeting, ook voor de meetjesander die naar hier komt. We hebben gelukkig in Eeklo ook al helden in het park, wat ook onze collega's van Muziek Club N9 organiseren. Maar die combinatie van hier gewoon gezellig in het park een pintje drinken en naar goede kwalitatieve optredens, want dat is wel een iets wat we willen houden, dat de bands die hier staan, dat je echt wel zegt van oké, wauw, dat is wel straf, dus het moet ook wel oké zijn. En als we die combinatie kunnen houden, dat maakt denk ik het Herbakkersfestival bijzonder uniek.